kan je hem nog zien? Ik zie hem in de verte. Hij gaat voorbij het weiland. En ergens daar wacht hij op me. Daar dus. Mafkees. Ha, ga maar. Kom op, Indy. Kom. Lekker even rennen, zijn eerste rondje. Hij was ook thuis een tijd hangerig nog steeds. Hangerig, suf. We dachten een beetje depressief. Goed, dat kunnen honden ook zijn. We kwamen er gewoon niet achter. En op een gegeven moment hebben we zijn bandje afgedaan. Zijn vlooienbandje, zijn tekenbandje. En de dag daarna was het een hele andere Indy. Hij is ondeugend weer. Hij is ondernemend. Hij eet weer goed. Niet alles nog, maar ik denk dat het gif van deze band die hij nog nooit heeft gehad... bij hem een soort overgevoelige reactie heeft veroorzaakt. Dat weet ik helaas de naam niet. Hij heeft altijd een Seresto-band gehad zonder problemen, dus dan gaan we die gewoon maar weer kopen. Nou ja, dat is natuurlijk niet moeilijk. Het blijft bij ons bitterkoud. Het heeft toch 's nachts weer gevroren. Dan heb ik inmiddels tomatenplantjes en ik heb een clematis gekocht. Niet te harde, dat wel. Maar ik ben gewoon bang om ze te planten. Nou, vandaag wordt in ieder geval een tuindag. Ik ga gras maaien, want dat is nodig. En ik ga de kas water geven. En ik neem jullie gewoon mee. Dus ik weet niet of het een leuke video wordt voor iedereen. Maar ja, dat is het leven in Zweden, toch? De ene dag is spannend, de andere dag niet. Hij loopt weer ver voor me. Dat was vorige week wel even anders. We doen 's ochtends altijd zo een rondje van een... wat zal het zijn? 4, 5 kilometer? Indisch looptempo, hè? De afgelopen week liep hij alleen maar achter me aan te sjoeken. Nou, nu niet meer. Familie Konijn. En dat zag ze ook. We zien jullie straks weer. Nou. De puinhoop hier hebben we op een hoopje gegooid. Zodat ik bij het gras kan.
Die zitgras tractor, die is kapot. Er is een onderdeel van afgesloopt door Geer. Dat moet vervangen worden. Dat gaat hij hopelijk het komende weekend regelen. Zodat we die ook weer kunnen gebruiken. De eerste keer dat hij aangaat van het seizoen. Geer heeft hem net gevuld. Winterharde klimaten die ik heb gekocht, die ga ik in de kast planten. Ik heb twee tomatenplantjes gekocht omdat ze 2,50 per stuk waren, dus ik denk ik kan het altijd gokken. De een is een gewone tomaat eigenlijk, en de ander is meer een vleestomaat. En ik heb, volgens mij zijn het ijsbloemetjes, ze noemen het hier margariet. Dus eigenlijk margariet, maar dit zijn bloemetjes die zich dicht gaan als het donker wordt of als het te koud is. Deze ga ik buiten planten. Maar ja, het is vrij koud nog, dus ik ga het wel proberen. En dan heb ik nog twee aardappels gekregen van Steve. Die zijn gaan spruiten. Dus die wil ik ook gaan planten. Het is hier een graad of 32. Dus dat gaat wel goed. Ik heb het vanochtend al water gegeven. Alles is beplant, behalve dat stuk daar. Daar moet ik nog het een en ander neerzetten. Ik denk palmkool. En nee, niet daar. Ik denk dat ik hier de clematis neerzet. Lijkt me wel leuk. Kan die zo helemaal door de hele kas groeien. Clematis is een insectentrekker. Niet alleen wat ik thuis in Den Haag vroeger had. Oorwormen, heel veel. Maar ook uiteraard vliegende insecten. En dat wil ik heel graag hebben hier. Straks als die tomaten hier bloeien, dan komen hopelijk een hoop insecten op de geur van de clematisbloemen af. Om de boel te kruisbestuiven. Oftewel te kruisbestuiven. Ik vind het wel heel grappig om te zien dat de plantjes die ik verplant heb, kijk, nieuwe sprietjes krijgen. Groeisprietjes. Ik wil ze ergens in de zomer verplanten. Zodat ze niet meer een knal krijgen van de warmte, want ze hebben hier de hele tijd gestaan. Uiteraard ook vorst meegemaakt, maar ja, het is nu wel heel erg warm. Dus het is een afweging. Ik kan ze natuurlijk gewoon buiten zetten en 's nachts weer binnen, maar ik ben zo'n troela, dan vergeet ik ze.
Dan hebben we misschien nog een keer flinke vorst. Terwijl ze nu 30 graden hebben. Ik weet er nog niet wat ik ermee moet. In ieder geval ga ik deze drie even planten. Hier staat natuurlijk cement. Dat is niet echt een goede kluit. Dat is een beetje bang hoor. Ja, de worteltjes stelden niet zoveel voor, zag ik. Nou, ik hoop in deze temperatuur dat het goed gaat. We kunnen hem altijd nog een beetje bedekken met dit. Het spul. Dan gaan we de twee tomaatjes planten. Dat doe ik daar. Plantje 1 is een marmande. Zo, oké. De volgende is een, volgens mij een beetje een topstomaat. En die heet de Gartenfreude. Dus tuinvreugde. Nou. Even kijken of we die goed uit de pot krijgen. Ja, dat gaat goed. Zonder al te veel schade. Mooi, Gartenfreude. Twee tomaten. Eens even kijken hoe ze dat gaan doen. De koude nacht. Het is een gokje. We hebben jullie in Nederland gaat het allemaal veel makkelijker nu met de warmte. Lang geen nachtvorst meer. Hier hebben we toch al een paar minusgraden gehad. Dus het is proberen. Uitproberen. En lukt het dan lukt het. En anders dan beginnen we gewoon overnieuw. Trouwens, ik heb zaad geplant, dus dat zal ongetwijfeld, als het de tijd ervoor is, spruiten. Zo, en een beetje water. Oké, zie jullie zo bij de kippies. Nou, hierachter moet ik het gras nog maaien. Maar ik wilde eerst mijn was even laten drogen, anders komt hij zo onder de friemeltjes te zitten. De kippies gaat het heel erg goed. Iemand schreef, meerdere trouwens, van zijn niet bang dat de vos er ondergraaft. We hebben natuurlijk alles ingegraven, maar een vos kan diep gaan. En natuurlijk kan een vos dus inbreken. We hopen van niet, maar we moeten daar natuurlijk niet op wachten. Kijk hier, kijk eens. Dat is onze eigen hond die dat doet. Die vindt het heel erg leuk, want die wil bij de kippies komen. Dus... dan doen we dat. Kan die daar in ieder geval bij? Nou, en hier is nog niet gegraven. Maar we houden het wel iedere dag in de gaten. Maar wat Geer heeft gemaakt, is een betere voorkant. Met een grotere ruit en een schuifluik. En dat kunnen we hier dicht doen. Dus iedere avond gaan ze op slot. Zit het hermetisch dicht, kunnen er geen rovers bij. Overdag is het een beetje van ja, hoop je dat ze wegduiken als er een roofvogel komt.
Vossen komen overdag niet zo snel bij huizen. Straks als ze kleintjes hebben waarschijnlijk wel. Maar we zijn van plan om een elektrisch kipperluik te gaan kopen. Die is ongeveer €200. Een luikje. En dan kun je hem instellen op een tijd. En dan gaat het luik vanzelf dicht. Dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat de kippen erin zitten. Dus daar moet je ze in trainen. Ja, kippen kunnen getraind worden. Maar ja, dus iedere dag een beetje verder. Nou, we hebben boodschapjes gedaan in Wimmerby. Samen met mijn vriendinnetje Aukje. En ons Quinn heeft ook in de auto gelegen. Dat vond hij wel spannend. Hij had nog nooit in onze auto... Hij was nog nooit in onze auto meegereden. Maar het ging goed. En Indy vindt het allemaal prima. Er is ruimte zat voor die beestjes. Nou, nu heb ik even in Kwilsfors nog een boodschapje gedaan. En nu rijd ik door het bos terug naar huis. De lente is enorm laat bij ons. Overal, denk ik. Het groen wat je ziet is natuurlijk naaldboom. En er zijn ook best wel wat blaadjes in ontwikkeling op aan bomen, maar eigenlijk nog geen ontvouwde blaadjes. Dus het is allemaal gewoon nog te koud. Het heeft in ieder geval bij Aukje, waar zij wonen, nog gevroren. Bij ons volgens mij niet meer. Ja. Het zijn hele leuke stulpjes hier. Oh, dan moet ik hierin, niet vergeten. Country. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuk vonden. Dagje mee, Merlien. We zien elkaar. Ciao. Tot de volgende keer. Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En we zien elkaar. Bye, tot de volgende.